Ik vind 8 een eervolle plaats. Het is niet meteen verkiesbaar, maar jij weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ik heb op mijn affiche staan, ik ga voor de belangen van de mensen in Almelo. Ik denk dat Almelo als stad impulsen nodig heeft. En dat gaat over het werken. Dat mensen een plek vinden in het bedrijfsleven. Dat gaat over wonen, starters en ouderen. Dat gaat over het openbaar vervoer. En daar kan de provincie veel betekenen om Almelo daarbij te helpen. Ik zie dat hier toch heel veel mensen ook nog in de bijstand zitten. Mensen afhankelijk zijn. En ja, ik denk dat met onderwijs, begeleiding, werkervaring mensen aan het werk kunnen komen en kansen kunnen krijgen. En daar zou ik graag de provincie ook, dat zij daar ook dingen aan gaan doen. Ja. Je bent ook voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid. Is dat te combineren als je gekozen wordt? Ja, dat is te combineren omdat je een politiek vertegenwoordiger bent in de provincie en je bent hier actief in de partij. Dus dat bijt elkaar niet. Sterker nog, het is gewoon ook mooi om hier in Almelo actief te zijn en te zorgen dat de afdeling goed functioneert en dat je de mensen adviseert in de raad, noem maar op. Ik denk dat de Partij van de Arbeid met oprechte bedoelingen in het vorige kabinet het land uit de crisis gehaald heeft. Maar de Partij van de Arbeid heeft niet in de achteruitkijkspiegel gekeken. En de belangen van de eigen mensen niet allemaal even goed behartigd. En daar zijn gewoon fouten gemaakt. En dat moeten we herstellen. En dat vertrouwen begint wel weer te komen, merk ik. Als ik hier de mensen op straat spreek, dan zijn ze welwillend. Af en toe ook wat kritisch. Maar daar zullen we toch echt hard aan moeten werken. Je deelt rode rozen uit, het symbool van de Partij van de Arbeid. Ja, en ik woon in de Rozenstraat. Dus dat is ook toepasselijk. Hè? Nou zijn deze niet uit eigen tuin. Maar het is wel heel erg leuk om de rozen aan te bieden. En dat vinden mensen ook natuurlijk heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dat maakt het ook even wat feestelijker. En dat hoort bij de Partij van de Arbeid. Wat verwacht je? Kom je erin? Ik weet het niet. Het wordt best spannend. Ik denk dat veel mensen mij ook kennen. Hier in Almelo en in de rest van de provincie. Maar ik vind het belangrijk dat de partij een goede uitslag maakt. En als ik er niet in kom, dan blijf ik de partij steunen en blijf ik ook betrokken bij wat er allemaal gebeurt in de Staten.